Het is sfeer of het is geen sfeer. Prachtig mooi laatje na het Keertveld daar in maken. De fietsen voor het terrein. En die fietsen mooi net het Keertveld op. Want het is maken merken. En het betreft een draaimol wat letter 2 wordt. En dat jouwt sfeer. Sfeer jouwt ik het korps dat op het veld is en niet het deuntje speelt. Cornelis Terpstra praat met Sjalling van den Berg nog eens een keer naai hoe hij nou die partij verliezen kunt je van de bos. In een soort meisken en een soort sfeer op het Keertveld in Makkum. Voorzitter Waren van der Veen roept de Petoeren op om de finale te spelen. De Petoeren liet het Fries Volkslied mooi jongen kennen en matten volgens hem. En zo doen wij dat in Makkum. De keurmeesters staan er gewoon geweldig mooi op. Prachtig in de groene shirts. En ook de vrouwelijke keurmeesters staan er goed op. Zit geen kweeën in? Nee, zo is me zeker. En dan is het wachtzien op het Fries Volkslied. Binnen alle keertjes er... Voorzitter, ja, nou dan kunnen we haast losdenken. Oh nee, nog eens een keer zien. Tellen, nee, nog eens een keer. Ja, speel je maar. En dan zien we dat er één keer te min is. Reinse Hiemstra net bij het rietje. En dan in één keer gloept hij ertussen. Hè. Hij ambitie letter als de rest. En dan alweer het Fries Volkslied. Mooi jongen. De finale tussen de Petoeren van Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Skeepstra. Lisette Wagenaar, Leonie van der Graaf en Fenne Seinstra. De twee toppetoeren bij de Vrouwli. En de toeren winnen in Liekweg. Tot spullen Liek. En hier zeggen we Lisette Wagenaar onder opslag. Nooi Manon Skeepstra. En een keer Lisette netjes voor de keerts keren. Opslagbal van Leonie van der Graaf. Op Sjoukje Visser en Sjoch hard eens een keer heeg springen hier. Prachtig mooi. En dan dus de bal van Leonie van der Graaf op de tenten. En zij jet het natuurlijk ook. Mooi uitzicht. Petoer van Lisette Wagen en Leonie van der Graaf en Fenne Seinstra winnen die finale. Dat zeggen ik, Alois Vrijtag, verslagjouwer van Radio 1 horen. Geert van Thun van Omroep Friesland, die in Semmer in Friesland mooi presenteert. En dan uiteraard de finale van de man. Johan van der Meulen. Reinse Hiemstra en Hielke Bruinsma in de finale, omdat ze in de hele finale van de Petoer van Jan Durk de Groot won. En ze keert het zin, Gert Anne van der Bos tegen Triemstra en Daniel Iziger. Johan van der Meulen, dus on de opslag. Die zeg ik dat er geen kroot op was meer deze opslager. Gert Anne van der Bos, die weer juurt subliem, geweldig, fantastisch. Al je woorden die je broeken kennen. In de tweede omloop, zin op de Petoer van. Tjesse Steenstra, Jacob Wassenaar en Cornelis Terpstra lieten het patoer vanuit draaien is en ik jou gelijk steen. Tot 4 wil me draaien en zo is vjouwen. Pas doe moesten de mannen weer naar het perk daar. Nou, zo winnen jullie ik de eerste prijs. Gert Anne van den Bos, tegen Triemstra, Daniel Iziger winnen. En het patoer van Johan van der Meulen, Reinse Hiemstra, Hielke Bruinsma wordt tweede. En het patoer van Jan Durk de Groot, Martin Veenstra en Pier Piersma wordt derde. Hoeveel mannen staan er nou van der Veen?